Dat is ook iets wat ik me begin te realiseren. Van, ik had toen ik mijn eerste digitale camera kocht, toen ging ik meteen op zoek naar een goede fotoprinter. Omdat voor mij bestond een foto alleen maar als die van papier was. Ja, dat precies, kon vasthouden. Ja. Ja. En tegenwoordig is ineens, vind ik een foto pas echt als hij... Als hij op je blog staat. Ja. Als hij online staat. Als ik hem kan delen. Als ik er iets over kan vertellen. En als mensen ernaar kunnen kijken. Ja. En dat vertelde ik gisteren aan iemand in een restaurant. Aan een collega. En die zei... Ja, maar een papieren foto kan je me nu toch laten zien? Ik zei, ja, maar ik heb hem toch niet bij me? Ja, precies, ja. Maar ik kon wel gisteren een foto laten zien van het pak wat ik aan had toen ik trouwde. Oh ja, ja, precies. Ja. Dat kon wel. Dus online begint echter te worden dan offline. En zit hem dat dan echt alleen maar in de beschikbaarheid daarvan? Of... Nee, ik denk of, ook of is dat gewoon, het is het nieuwe tactiel, zeg maar. Het is het nieuwe... Het bestaat gewoon, meer. Ja. Het bestaat meer. Ja, precies. Het ja. is een papieren ding bestaat één keer. Ja. En een digitaal ding bestaat zoveel keer als je wil. En overal. Ja, dus het is echter daardoor. Ja. Veel keer echt. Ja, ik vind het... ik kan me daar wel in vinden, maar die... Ik merk nog wel steeds dat, en het is een beetje de bibliothecaris in me, is dat het nog te weinig, weet je kan niet meer, de herinneringen die ik dan heb, ik ben nog nostalgisch aangelegd, weet je, dat was dat ene ding en dan wil je het eigenlijk nu kunnen opzoeken en nu kunnen laten zien, het nu kunnen delen met mensen. En vooral dat delen, daar moeten we nog echt iets aan doen. En ja, zeker dat delen kan toch juist heel goed op online? Ja, maar dat impliceert ook dat de jeugdherinneringen van radio, televisie, weet ik veel wat, dat ook direct beschikbaar is. En je merkt dat het grote eigenaarschap van publieke omroepen of van vroeger dieetteam, weet je wel. Ja. Dat zou je eigenlijk direct moeten kunnen laten zien. Dat is nu nog heel erg illegaal. Want iedereen zet het op YouTube. Maar... En laatst, een vriend van mij die vroeg, kan ik alle seizoenen van Dexter van je lenen? Die hadden we, of we hadden een paar van op DVD. Ja. Tuurlijk. Maar ik had hem veel liever gewoon een linkje gestuurd. Van hier alsjeblieft. Ja, precies ja. Want ik ben toen ook, dat was een beetje suf. We gingen uit eten en... extreem veel gesopen die avond. En toen heb ik die dvd's laten liggen. Ergens. Dus ben ik kwijtgeraakt. Dus die heb ik niet meer. Ja. Maar als ik hem een linkje had gestuurd... Dan had hij het gewoon kunnen ophalen. Dan hadden we het gewoon. Ja. Allebei en jij, nog. En jij ook. Ook ja. nog, ja. Ja, nou ik ben wel... Ik begin steeds minder waarde te hechten aan fysieke dingen. Daardoor. Nee, ja precies, ja. En veel meer waarde te hebben. Ik wil nu een nieuwe camera, maar ik wil eigenlijk helemaal geen nieuwe camera. Ik wil dat mijn iPhone de foto's kan maken die ik wil maken. Maar dat kan die niet. Nee. Dus dan moet ik een nieuw hardware ding gaan maken. Maar ik wil eigenlijk als enige hardware ding, en eigenlijk misschien zelfs ook wel, zou ik dat als vervanging van mijn portemonnee ook wel willen hebben. Gewoon mijn telefoon. Dat is helemaal dat het enige is wat ik nog op zak heb. Ja. Ja, voor geld zou ik het niet willen. Ik merk dat geld veel minder lekker stroomt als ik ze in een pakketje in mijn broekzak heb. In plaats van dan pinnen of creditcards of wat dan ook. Maar goed, dat is dan ook een eindige resource. Hè? Maar je bent... Okay. Met de camera kan je gewoon oneindig foto's maken en dat is prima. Dat is heel prettig en je wilt dat het ook oneindig is en direct op alle plekken tegelijkertijd is. Maar dat kan met geld niet. En ik merk met eindige resources dat het daar dan wel, dat is trouwens natuurlijk ook totaal achterhaald dat geld eindig is. Maar misschien moeten we dat met onze werkgever opnemen. Ja, doe er wat aan. Ja. Nog wel eens last van het eind van de maand. Ja, precies. Ja, dat maandelijkse gebeuren, dat is helemaal achterhaald. Streaming money, dat is de nieuwe. Dat is de echte.